Emo, een goede wedstrijd van een dominant Antwerp. We winnen met 1-0, dus iedereen tevreden? Nee, inderdaad. Het is ook gewoon verdiend. Je zag al van minuut 1 dat we gingen domineren. Dat hebben we ook 90 minuten lang gedaan. Ik denk dat we bijna geen kans hebben weggegeven. Dat was wel belangrijk. En het mooiste is dat wij hier de 3 punten pakken zonder eigenlijk dat we 1 kans weggeven. Dus we hebben de 0 kunnen houden. Dus dat laat weer blijken hoe, dat we heel goed in de organisatie kunnen voetballen. En kansen krijgen we sowieso. Ja, vandaag was eentje genoeg. Ja, we spelen tegen een Limburgse ploeg, Lommel. Daar ken je wel een aantal mensen zeker? Nou, vooral de trainer Stijn Vreven ken ik gewoon heel goed. Ik heb daar nog samen toernooitjes mee gevoetbald. Dus het was wel leuk om tegen hem te voetballen. Maar van die elftal ken ik alleen nog maar Wouter Scheel. En dat is ook allemaal veranderd. Dus. Ja, in de persconferentie werd de vraag gesteld van Emo op de bank. Wordt hij nu een supersub? De coach antwoordde, nee, daar is hij veel te goed voor, Emo. Nee, ik denk ook niet dat ik een supersub ben. Dus het was gewoon een fase dat het wat moeilijker ging met mij langs alle kanten. En ja, ik heb nu wat rust gehad. Ik denk ook dat ik mijn visitekaartje heb afgegeven. En ook heb laten zien waar ik thuis hoor. Ja, dus, het zijn heel dure plaatjes hè, op ons middenveld. Want we hebben ook nog Tomislav Gomelt die er ook nog aankomt. Ja, inderdaad, het is gewoon... Maar dat is het. Als je iets wilt neerleggen op maat, als je als club zijnde iets wilt doen, moet je geen 13, 14 goede spelers hebben. Moet je gewoon 22, 23 echte baasspelers hebben. Dan is het vechten voor je baasplek. En ja, nu heb ik 2 wedstrijden op de bank gezeten. Misschien is het de komende wedstrijd weer nog eentje. Maar dan is het veranderen. Dan gaat misschien Petrucci of Bostock of Ojo of De Dekker. Ja, wat je zelf zegt, is een dure plaatje. Dus dat is alleen maar de goede van de elftal. Ik denk dat ik de coach heb horen zeggen, 2 days off, 2 dagen vakantie en dan volle bak er tegenaan tegen Vizé. Nee, inderdaad. We hebben 15 dagen 5 wedstrijden gespeeld. Dus als selectie dachten wij ook al van, buiten de trainer waren wij al aan het praten voor de wedstrijd. Van, als we winnen, als we gewoon 6-6 pakken, dat we 2 dagen vrij krijgen. Want 5 wedstrijden en 15 dagen is wel echt zwaar geweest. En nu is ook genieten van deze overwinningen van de laatste 3-4 dagen. 2 dagen kopje vrij maken en dan werken richting WZ.